Ja, je bent nou bij het Walhalp. En het Walhalp is eigenlijk op een hele gekke manier hier tot stand gekomen. Want we zitten in een studioband. Wat vind je daarvan? Ja, bizar. Dat is totaal bizar, hè? ja, leuk dat jullie er allemaal zijn. En leuk dat jullie meekijken vanaf jullie plek. Liggend thuis, misschien op je kantoor, misschien in je bureau. Wij nemen jullie even mee in de wereld van het Walhalp. Waar wij een aantal jaar geleden mee zijn begonnen. En waar een hele hoop mensen van willen weten, hoe zit dat nou? Wat doen jullie daar nou eigenlijk met al die jongeren? Ja, wat doen we daar nou eigenlijk met al die jongerenbenten? Ja, wat doen we niet? Echt heel veel eigenlijk. Er komen heel veel verschillende jongeren ten eerste bij ons. En wat we doen, wij zijn een talentontwikkelingsplek. Dus ze kunnen bij ons met van alles aan de slag. Met zowel houtbewerking, lassen, met kleren maken, nou ja, schilderen, tekenen, echt van alles. Dus ja, ze komen bij ons en we kijken eigenlijk vooral wat er goed gaat. Dus eigenlijk niet zozeer wat allemaal niet goed gaat en hun labels en dingen, daar zijn we eigenlijk niet zo van. Dus dan gaan we eigenlijk met wat goed gaat aan de slag en wat ze willen. En willen ze houtbewerking doen, dan gaan we daarmee aan de slag. En mochten ze op een gegeven moment denken van nou, houtbewerking is helemaal niks, ik wil gaan lassen bijvoorbeeld. Dan gaan ze daarmee aan de slag. Dat kan dat ook, hè? Ja. Waarom zijn we met Walhalp begonnen? Nou, eigenlijk omdat wij zagen dat er in het onderwijs eigenlijk veel te veel jongens en meiden niet de kansen kregen die ze eigenlijk moesten pakken. En hoe zagen we dat nou? Ja, dat is eigenlijk heel gek. We zijn begonnen op een hele kleine gekke plek. Dus in een oude toren in Zutphen. Een toren die is voorbij, daar ben ik begonnen. En op een gegeven moment zaten daar jongeren en er kwamen allerlei deskundigen bij ons kijken. En die zeiden, ja, maar dat zijn thuiszitters. Anderen zeiden, ja, maar dat zijn drop-outs. Anderen zeiden, dat zijn ultrahoogbegaafden. Wij waren daar eigenlijk nog helemaal niet op ingetuned. Hè. Wij vonden het gewoon belangrijk dat er een plek was waar jongeren konden doen wat ze heel graag wilden doen. En dat ze de begeleiding kregen van echte vakmensen. Dus mensen die echt weten waar ze over praten. We zitten hier nu in een televisiesetting. Op het moment dat er iemand bij ons televisie wil gaan maken, gaan we hem in verbinding brengen met regisseurs, met producers, met mensen die dingen kunnen op dat terrein. Zodat je kan leren hoe dat nou echt is. Heel veel van de jongeren die gingen ook niet naar school. Nou ja. Dat vonden wij op zich niet gek, want ja, daar waren we alleen maar blij mee, want ze zaten bij ons. Maar wat we wel gek vonden, is dat er zoveel problemen rond de jongeren waren. Er waren labels, er waren diagnoses, er waren dikke rapporten. En wij zagen alleen maar hele gedreven jongens, jonge mensen die wat wilden en die wat wilden bereiken. Toen groeiden we. We begonnen heel erg te groeien. En iedereen die wilde iets weten van dat gekke Walhalp. Waar komt die naam vandaan? Wat doen jullie daar nou precies? En waarom doen jullie het nou anders dan het onderwijs? Maar waarom gaan ook een hele hoop van die jongens en meiden die een label hadden of een probleem hadden, toch eigenlijk best wel weer goed? En gaan ze ook weer naar school en blijven ze ook een deel van de tijd bij ons? Nou, we hopen jullie daar vandaag een beetje wat meer wijs in te maken. 3 vestigingen hebben we inmiddels, 3 grote locaties die eruit zien als een redelijk spectaculaire hub. Dus we willen jullie ook vooral uitnodigen om niet alleen naar ons nu te luisteren, maar vooral eens bij ons langs te komen. En ik zeg dat vast vooraf. Als je dat wilt, en misschien wil je dat, dat is het heel simpel. Wij hebben meemaakdagen. Die zijn altijd op vrijdag. Die zitten nu helemaal vol tot januari. Maar vanaf januari is er weer plek. info@walhalp.nl kun je gewoon een aanvraag doen. En dan kan je met een team, schoolleiders, leraren, technici, stagiaires. Iedereen mag bij ons dan echt een dag meedraaien. En wat leer je dan op zo'n dag? Nou echt alles. De hele shit wat wij de hele dag hebben, wat we doen, dat ga je meemaken. We hebben vandaag ook een open lijn. Dat betekent dat je ons vragen kan stellen. Want we krijgen altijd heel veel vragen voor wat we doen. Heb je vragen? Ik zou zeggen, gooi ze erin. En we hebben ongeveer een klein kwartiertje nog. Dus dan kunnen we best wel wat dingen beantwoorden. Bente, jij bent stagiaire bij ons geworden. Ja. We hebben heel veel stagiaires van heel veel verschillende opleidingen. Waarom wilde jij stage lopen bij het Walhalp? Nou, ik ben bij Walhalp gekomen vanuit... Ik doe de opleiding Social Work aan de HAN in Nijmegen. En ik kende daar een vriendin die woonde in Zutphen. En die deed ook eigenlijk wat ik deed. En ik heb toen met haar wel eens over gehad van ik wil eigenlijk kijken of ik creativiteit kan combineren met het sociaal werk. En of ik dat ook echt leuk vind, zeg maar. Toen zei ze, nou dan moet je sowieso een kijkje nemen bij het Walhalp. Want dat is gewoon super creatief. Ze werken met jongeren, het is social work, het is eigenlijk alles. Nou, en toen ben ik dat gaan doen. En eigenlijk vanuit die reden ben ik gaan komen bij Walhalp. En ben ik dat gaan onderzoeken voor mezelf. Maar dat is nu een half jaar geleden dat ik eigenlijk moest stoppen. Maar dat mijn stage was afgelopen. Toen heb ik verlenging aangevraagd, omdat ik het eigenlijk gewoon zo interessant vind. Omdat het heel erg buiten kaders denken is. Maar ja, wel heel effectief, zeg maar. Dus dat vond ik heel interessant hoe dat dan gaat. En of ik daar nog veel meer van kan leren. En om eigenlijk op die manier een goede pedagoog te worden. Maar dan misschien net even wat anders dan
dan hoe je het op school leert. Of... Maar jij werkt ook met technici, je werkt ook met ontwerpers, je werkt ook met eigenlijk hele andere dingen dan normaal alleen maar in jouw social work studie. Hoe bevalt jou dat? Ja, het is super interessant. Je hebt gewoon zoveel kennis om je heen. Dus ook als je zelf dingen bijvoorbeeld wil proberen of als je leerlingen wil helpen daarmee, dan zijn er altijd wel mensen om je heen. Meesters noemen we die. Dat zijn gewoon mensen die eigenlijk heel veel vakkennis hebben vanuit hun leven verder. En die dat overdragen aan kinderen, jongeren en ook stagiaires. We hebben een vraag. Vraag. Oh. Is het ook in Friesland? Nee, Friesland nog niet. Het geht on. Dat wil zeggen dat we zijn wel aan het praten op dit moment. Maar we zijn inderdaad op dit moment met groei bezig. Onze organisatie is niet een organisatie zoals een school of zo. Bewust niet. Dus, maar ja, we gaan wel groeien. Maar we zitten nog niet in Friesland. Dus ik zou zeggen, als je in Friesland interesse in de Walhalla hebt, gewoon even info@walhalla.nl, even een mailtje sturen en dan gaan we met je praten. Dus dat is heel simpel. Ja. Ik zie al een hele hoop vragen binnenkomen, maar misschien nog eerst eventjes iets uitleggen. Want een hele hoop mensen zeggen altijd van ja, maar jongeren die bij jullie komen, die moeten dus een talent hebben. Nee. Dat hoeft niet. We hebben jongeren bij ons die zijn ultra hoogbegaafd. We hebben gewone jongeren die op school zitten. We hebben thuiszitters, we hebben autisten, we hebben... Nou, noem alle labels. Ja, noem het ADHD, ja, noem het maar op. Ja, wat een hele hoop mensen vreemd vinden als ze bij ons komen. Dan zien ze een hele spectaculaire locatie met heel veel dynamiek. En dan zeggen ze, hoe kunnen hier autisten werken bijvoorbeeld? En ik heb een hele simpele filosofie en die is zeer effectief. Namelijk, autisten moeten leren filteren. En wat wij het succes zien bij heel veel jongens en meisjes die autisme hebben bij ons, zien we dat ze zich ontwikkelen op een hele snelle manier, maar op een manier die totaal anders is dan iedereen had verteld wat ze zouden kunnen. We verwijzen even naar onze socials, dan kun je zien wat van de week op het circuit van Francorchamps in Frankrijk, of in België reed er een raceauto rond. Ja, die is gemaakt door een autistische jongen bij ons. En het was ons eigenlijk verteld dat hij al dat soort dingen niet zou kunnen. En dat hij ook niet zo over zou kunnen praten en zo. En wij hebben gezegd, joh, we gaan het gewoon proberen. En we gaan kijken hoe ver je komt. En nu race hij. Slaan je de brug tussen Walhalla school en de thuiszitters? Dat is een hele goede vraag. Als je thuis zit, dan zit je daar niet voor je lol. Dat is iets wat wij ondertussen geleerd hebben. Als mensen naar ons toe komen en zeggen, ja, maar een thuiszitter is best tevreden thuis. Dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. De meeste thuiszitters balen ervan, vinden dat helemaal niet leuk, missen hun vrienden. En dan komen ze bij ons. En bij ons maak je heel snel vrienden. Er is heel veel te doen. En wat wij heel belangrijk vinden, is dat als je terug naar school moet, wat uiteindelijk wel de bedoeling is, dan moeten wij heel vaak de school uitleggen wat die leerling bij ons heeft gedaan, wat die leerling bij ons heeft geleerd. Dat is eigenlijk heel gek. Hè? Dus de school gooit iemand naar buiten. Die zegt, nou, ze zijn thuis zitten. Daar kijken we eigenlijk niet meer naar om. En dan komen ze bij ons. En dan wil zo'n leerling op een gegeven moment toch weer terug naar school. Niet omdat het bij ons vreselijk is. Maar omdat ze bij ons hele coole dingen doen. Waarvan ze nou begrijpen waarom je dit voor dingen voor moet leren die je op school moet. Wij geven geen Engelse les. Wij geven geen Duitse les. Wij geven geen wiskunde. Bij ons kan je een raket bouwen. Maar we gaan geen wiskundeles geven. Als je een raket wil bouwen en je bent een thuiszitter. En je hebt wiskunde nodig. Waar ga je dan heen? Naar school. Wij moeten heel vaak de scholen uitleggen van die leerling komt weer terug naar jou, maar misschien moet je op school ook een beetje ruimte bieden aan die leerling. Misschien moet die leerling iets laten doen wat past in zijn of haar wensen. En dat is, daarom is de vraag heel goed. 50% van de zorg die we hebben rond thuiszitters is dat we contact leggen met de school. Waarom wil je die leerling terug en wat ga je dan voor die leerling doen? En je hoeft hem niet op een troon te zetten of zo, maar zorg wel dat je iets bijzonders doet. Dat ze gezien worden. Dat ze gezien worden, ja. Voor welke leeftijdsgroep is Walhalla? Ik heb een box bij me. Ik laat hem hier even zien. En dat is eigenlijk een beetje het probleem met ons denken. Wij denken allemaal in boxen. Leeftijden, doelgroepen, achtergronden, cultuur. En we willen dat niet, maar we doen het allemaal. Nou, ik heb het Walhalla opgericht om maar één ding te doen. Niet in boxen denken. Want als je dat blijft doen, dan verandert er niks aan de situatie die je wil veranderen. Dus boksen, dat doen we niet aan. Dus als je zegt, maar voor welke leeftijd is het? In Helmond loopt een jonge dame rond, die heet Puk. Die wordt bij ons Power Puk genoemd. Niet voor niks, want Puk is 4 jaar. En Puk wil maar één ding, bouwen. Heel de dag door bouwen. En dat doet ze bij ons. Dus ze is 4 en we hebben er van 19. En we hebben meesters van 82 en meesters van 16. Dus alle boksjes en alle hokjes even loslaten. Het is best verstandig om het los te laten. Alles door elkaar heen. Alles door elkaar heen. Hoe kan je nou bij ons komen? Dat is een vraag die heel vaak gesteld wordt. Hè?
gaan wij jou ontdekken of zo? Nee, misschien word je wel bij ons ontdekt, maar je kan bij ons gewoon binnenkomen wanneer je dat leuk vindt. Dus wanneer je denkt van ik wil iets gaan leren, ik wil iets anders gaan doen, ik wil na school nog wat doen. Of je komt bij ons omdat iemand heeft gezegd van joh, ga eens naar het Walhalla toe, want daar kun je dingen leren die je eigenlijk heel graag wil leren. En dat mag dan bij ons. Maar je moet wel een plan hebben. Je moet dan wel met ons gaan werken aan een idee, aan een concept. Je moet de techniek leren. En je moet samenwerken met die meesters. Meesters zijn bij ons mannen en vrouwen die heel veel kunnen. Kan jij een paar voorbeelden noemen van meesters die wij hebben bij ons? Ja, we hebben meester Jan de Lasman bijvoorbeeld. Dat is een man die heel veel, ja, heel goed kan lassen bijvoorbeeld. En dat heel leuk uitlegt ook aan de jongeren en de kinderen. En allerlei technieken beheerst en dat nou, kan toepassen natuurlijk. We hebben een mevrouw, zij is een supergoeie schilder. Dus als je graag wil schilderen, dan kan je bij haar terecht bijvoorbeeld. We hebben heel veel mensen die goed met hout zijn. Dus als je iets met hout wil doen, dan kan je daar terecht. Dus we hebben met elektrici, we hebben goudsmid, we hebben mensen voor 3D-printer of de lasercutter, waarmee je eigenlijk ook met hout werkt enigszins, maar dan waarin zeg maar gelasercut wordt. Dus dat moet je met instellingen zo werken. Ja, dat is toch hartstikke duur, hè? Vragen veel mensen vragen altijd aan mij van ja, maar dit is toch hartstikke duur, hè? Want wat bij jullie allemaal kan, dat is zo anders dan op scholen. En dat moet hartstikke duur zijn. Nee, dat valt hartstikke mee. En daarbij komt ook nog eens, voor een hele hoop jongeren is er financiering mogelijk. Ook daar denken wij niet in boksen. Dus als je met ons wil werken, of als je leerlingen of kinderen kent, of jongeren kent, waar je denkt van, waarop zou een goede plek zijn? Gewoon contact opnemen en wij hebben een heel creatief financieel team. We gaan altijd kijken van wat is mogelijk, wat kunnen we doen. We hebben ook bedrijven die kunnen sponsoren. Dus ja, ook daar denken wij een beetje anders in en vooral heel ondernemend. En het leuke ook is dat wij een open deurbeleid hebben. Dus mocht je gewoon denken van hey, ik wil eigenlijk een plek vinden wat iets voor mij is, weet je wel. En waar ik gewoon mezelf kan ontwikkelen en ontdekken ook wat ik kan. Loop gewoon een keer naar binnen. We hebben gewoon de open deur, dus je kan gewoon naar binnen lopen en kijken wie er is, wat de sfeer is. Of er iets is wat je interessant vindt, of het je trekt. Ga met mensen praten. Ja. Vaak voor een hele hoop mensen is dat een beetje ongewoon. Hè? Dat je zomaar een gebouw in mag lopen en dat je je daar overal mee mag bemoeien. Je moet het op school niet proberen, denk ik. Als ik de school binnenloop, dan word ik waarschijnlijk al bij de balie aangehouden. Maar wij vinden het heel belangrijk. In al onze vestigingen staat de buitendeur gewoon open. Dus je kan naar binnen. Waarom is het ook belangrijk? Voor een andere reden. Wij willen altijd meesters de kans geven om hun talent, wat ze hebben, bij ons te delen. En heel veel meesters die wij op dit moment in ons teams hebben, in alle vestigingen, komen binnen omdat ze van ons hebben gehoord en binnenkwamen kijken. Dus gewoon eens een keer binnenkwamen en zeiden, joh, die sfeer spreekt me aan, de manier van omgang met elkaar vind ik leuk. Ik vind het plezierig dat er aan mij iets gevraagd wordt van deel wat je kan. Nou, dat mag dus bij ons. Dus als je nu kijkt en je denkt van wacht even, het ging hier om de jeugd. Maar nou hebben ze het over meesters. Ja, dat klopt. Wij zijn heel erg op zoek naar mannen en vrouwen die wat kunnen. Altijd zijn we daarnaar op zoek. Mannen en vrouwen die een talent hebben. Mannen en vrouwen die hier de regie voeren. Mensen die dit gebouw qua horeca onderhouden. Ik noem maar wat. Dat zijn mensen die hebben kennis. En wat wij belangrijk vinden is dat die kennis moet je delen met jonge mensen. Zodat zij weer verder kunnen komen. Zij weer zich verder kunnen ontwikkelen. Dat is eigenlijk in het kort gezegd de filosofie van Walhalla. Is mij een vraag of niet? Nou, hoe zit het met de financiering? Oh. Nog even terugkomend daarop. Wij zijn een organisatie die labs heeft. Dus we hebben werkplaatsen met heel veel machines en apparatuur en dergelijke. Lasercutmachines, you name it. Wat wij heel belangrijk vinden is het netwerk. Dus we hebben ook een heel groot ondernemersnetwerk. Vanuit ondernemers wordt ons heel veel gegund. En daar zijn we heel blij om, want je weet allemaal, er is een technici tekort, er is een personeelstekort. We hebben miljoenen mensen, we zijn met heel veel mensen, maar we hebben een personeeltekort. En ik denk dat we niet personeeltekort hebben, maar dat we te weinig mensen op een leuke en goede manier opleiden. En dat proberen we bij het Walhalla wel te veranderen. Even kijken of er nog een gemene vraag nodig binnen is. Hadden jullie nog iets daarachter bij de techniek? Want hier zitten allemaal mensen in de techniek. Hoe zijn jullie in dit vak terechtgekomen, jongens en meisjes? Nee, ze hebben niet het Walhalla gehad. Dat is wel jammer natuurlijk. Maar goed, als je nou eens een keer wil komen kijken bij ons, we hebben het aan het begin al gezegd. Kom langs, ja, maak even een afspraak. Altijd op vrijdag, dan kan je met maximaal 10 mensen komen. En wat maak je dan mee op zo'n dag? Want het heet ook niet voor niks een meemaakdag. Nou, eigenlijk alles. Dus je maakt intakes mee, eventuele crisissen, je maakt sponsorgesprekken mee. Misschien moet je wel iets gaan doen wat je nog nooit voor je leven gedaan hebt.
Misschien moet je wel iets gaan leren aan iemand anders. Dat kan heel goed. Dus bereid je voor dat er iets aan je gevraagd zal worden. Niet door mij en niet door Bente, maar bijvoorbeeld door onze meesters of onze leerlingen. Ja. Hoe gaat jouw stage verder verlopen? Nou, ik heb nu nog een aantal maanden stage. En ja, wat er verloopt is dat eigenlijk dat ik gewoon heel veel ervaring op doe. En dat ik dus meega naar zulke soort dingen, wat ik heel hartstikke leuk vind om te doen. En dat ik naar verschillende locaties ook toe ga om te kijken hoe het daar gaat. Ook helpen met opbouwen ervan. Ik ben sinds kort ook heel erg bezig met LinkedIn. Dus daar heb ik helemaal een soort van booming. Bent is goed te volgen op de socials. Bente Braakman, raden wij aan. Goede verhalen. Ik zal nog even iets zeggen over die box die ik bij me heb. Hij is leeg. Hij is gewoon leeg. En dat is misschien eigenlijk een beetje wat wij ook altijd zeggen bij ons. Maak die box leeg. Zorg dat alle ruimte die je hebt gewoon gevuld wordt met je creativiteit en je innovatieve denkkracht. Wij vonden het echt leuk om hier vandaag te zijn. We hebben vragen van jullie binnengekregen. Ik zie nog even of er wat... Welke activiteiten kun je als social work stagiaire uitvoeren? Nou, we hebben nog 2 minuten, dus een minuut? Ja. Go for it. Wat voor activiteiten kan je uitvoeren? Ja, echt, het is ook echt weer van alles. Je kunt echt van alles doen. Je kunt vaak worden bijvoorbeeld dingen gevraagd in bijvoorbeeld de ochtendvergadering. Maar ook in de groepsapp of via de mail of zulke soort dingen. Om bijvoorbeeld bij zulke soort dingen aanwezig te zijn. Om naar dingen toe te gaan. Om gewoon te zien zeg maar, hoe op het organisatorische of netwerkgebied zeg maar, zulke soort dingen gaat. Maar er is bijvoorbeeld ook een stagiaire bezig met een drone bouwen. Weet je, dat kan je ook doen. En dan ben je en met de leerling bezig. Dat is vaak wel het idee natuurlijk dat je de leerling bij betrekt. En met de meester bezig. Dus zo doe je weer heel veel ervaring op. Dus ja, weet je, dat is ook weer super breed. Dus je kan dingen maken met leerlingen. Je kan naar zulke soort dingen toe gaan. Je kan kijken hoe het op andere plekken gaat. Het is maar net wat je zelf ook interessant vindt. Weet je, als je ergens stage gaat lopen, wat wil je dan precies leren? Een stage maak je bij ons ook zelf. Dus als je nu kijkt en je denkt, goh, ik zou bij het wel op stage willen lopen. Wij hebben wel alleen maar echt moedige mensen nodig. Dus als je denkt, ik wil een relaxe stage, moet je bij ons niet solliciteren. Moet je echt niet doen. Als je zegt, ik wil iets leren, ik wil over mijn grenzen heen gaan. Ik wil durven, ik wil mezelf ontwikkelen. Ik wil aan een innovatieve organisatie mee doen. Dan ben je bij ons van harte welkom. En ook dan kan je heel simpel reageren. info@walhalla.nl. En dan heb je ons. Ja. Neem jij de intake over dan van die nieuwe social work studenten? Helemaal goed. Ja, Bente zaagt je wel door. Goed, we zijn er bijna doorheen. We moeten gaan afronden. We vonden het ontzettend leuk dat we hier mochten zijn. Het is de eerste keer. We waren al heel vaak gevraagd waarom jullie er niet waren. Nou, nu zijn we er. Ik hoop dat je een beetje duidelijk hebt gekregen wat we doen. En als het nog lang niet duidelijk is, gewoon komen. Lijkt me het beste. Ja.